Waarom betalen mensen meer dan 9 miljoen euro voor een opgezette vis? Dit is de Universiteit van Nederland. Goedenavond. 9 miljoen voor Damien Hirst. Voor dat wonderbaarlijke ding met die grote haai in zo'n grote glazen kast. En nu hebben we de neiging om ons daardoor te laten epateren. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je denkt van donderspiep. Hè, en je denkt verder niet na. Je denkt, wat een wereld leven we in. Of zijn ze helemaal gek geworden. Of zoiets in die sfeer. Dat is onverstandig. Want dan ben je ook gauw uitgepraat, zal ik maar zeggen. Dan ga je weer door met de borrel of met de koffie. Maar in elk geval heb je niet het gevoel dat je iets wezenlijks hebt gezegd. Het wordt al een slagje wezenlijker als je gaat afvragen van... maar waarom dit? En dan is het antwoord op die vraag eigenlijk... dat er nu kunstenaars zijn die door... hele onverwachte, hele spectaculaire, hele heftige dingen heel erg populair worden. En dat is een interessant verschijnsel. En dat is een verschijnsel wat zo spectaculair is. Die haai op sterk water, die heeft aan materiaalkosten 60.000 pond gekost. En als dat dan voor 3 miljoen is hij naar Saatchi gegaan. Dat was een belangrijke verzamelaar. En die heeft het voor 9 miljoen aan een hedge fund eigenaar verkocht. En daar heb je al het meest krachtige exponent van het moderne kapitalisme. Dus daar verdwijnt die haai naartoe. En dat zijn zulke wonderbaarlijke bedragen. Wat voor soort kunstenaar is dat? Dit is een kunstenaar die zelf helemaal niets ambachtelijks meer heeft. Die 60.000 pond, die gingen gewoon naar een bedrijf dat die haai voor hem maakte. Dus er is helemaal niks ambachtelijks meer aan. Die kunstenaar, dat is iemand die iets bedenkt. En om duidelijk te maken, ik moet het altijd oplezen, want het is zo'n moeilijke titel, wil ik u even de titel van de haai meegeven. The Physic Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Nou, gooi het maar in mijn pet. Dat is werkelijk, denk je ook... Dus hier zit ook nog een enorme pretentie achter. En daar gaan heel veel mensen in mee. Er zijn natuurlijk eerst plaats kunstcritici die dit promoten. Dus die onambachtelijke ideeënkunst... geweldig neerzetten. En dan zijn er kunsthistorici die biografieën van Damien Hirst gaan schrijven. En dan zijn er handelaren die op een hele handige manier weer veel geld uitgeven aan die kunsthistorici en die kunstcritici. Kortom, het is een hele machinerie die in werking gaat. Als je iets heel spectaculairs bedenkt en je hebt die machinerie niet, dan kun je het wel vergeten. Zo werkt het niet. Dus dat moet je hebben. En je moet ook iets doen wat op de plek waar kunst is... heel erg verbazingwekkend is. Dat hadden wij hier niet verwacht in een museum. Dus je speelt voortdurend ook met verwachtingspatronen van ons. Eenvoudig mensen. Als je nou het volgende plaatje ziet... die kennen jullie vast ook wel. Dat is Tracy Emin... dat is het opgemaakte of niet opgemaakte bed. Haar eigen bed uit de slaapkamer. Buitengewoon slordig slapend iemand, zoals je ziet. Dat is gebracht naar een museum. En alleen al die overgang, die transfer... van die hele smerige handel in die slaapkamer naar een museumzaal... maakt dat onze verwachtingen zo klappen op wat daar getoond wordt... dat mensen zeggen, wauw. En dat iets spannends gaat worden.
Nu hebben we iets te pakken. Nou hebben we tenminste gewoon in ieder geval ons best gedaan om het een beetje te beschrijven wat er aan de hand is voor onze ogen. En dan is het eerste wat de cultuurhistoricus moet zeggen. Maar luister eens, dat hebben we al eens gehad. En dat wordt het historisch interessant. En dat was in de tijd rondom 1900. En in die tijd was er een kunstenaar in München die helemaal vergeten was en nu weer meer aandacht krijgt, veel meer. En die man heet Frans von Stuck. En die maakte weliswaar schilderijen, maar schilderijen met een hele wonderlijke pretentie. En, oh, daar zie je hem al. Moet eens kijken. Dat is een heel groot schilderij. En als je in het Stuckmuseum in zijn oude huis, de Stuckvilla aan de Prins-Regentenstraße in München binnenkomt, dan ontmoet je die man. En die man is een engel. En die man is de engel. Welke engel is dat? Die bewaakt het paradijs met een heel groot zwaard. Dat is de engel, dank u wel. Michael, dat is die ene die college liep bij mij. Dat is de engel Michael. Die staat met een groot zwaard voor het paradijs. En niemand kan daar meer in. Hij beschikt over een toverwereld achter hem. Een paradijselijke wereld van licht. En die paradijselijke wereld zegt van, kijk, weet je wat zo leuk is? Wie is deze man? Wie is deze Gabriel? Dit is een zelfportret van de kunstenaar. Wat denk je daarvan? Een zelfportret van de kunstenaar die zichzelf met deze enorme pretentie neerzet. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbare pretentie als van Tracy Emin en Damien Hirst. Ik bedenk dingen, ik heb contact met gedachtenwerelden die absoluut niet van jullie zijn. Jullie zijn het klootjesvolk en ik zet iets neer wat daar ver bovenuit gaat. Ik kan jullie makkelijk epateren op die manier. En ik bewaak een wereld, en dat is wat von Stuck zegt, waar kennelijk de verbeelding heerst, waar kennelijk het licht is aangegaan, een wereld van lust en leven waar wij van verstoten zijn. Dat beeld van de kunstenaar, wat in de Renaissance is begonnen in de 15e eeuw, dat is steeds groter en groter geworden. Met de romantiek neemt dat dit soort exuberante vormen aan. En dat komt dan uiteindelijk bij Damien Hirst. En nou is het zo dat die von Stuck, die viert letterlijk zijn leven. Hij heeft een enorme villa in München, een antieke villa. Antiek van de pagane wereld, moet je eens kijken, volgende. En dit is zijn verjaardagsviering. Heel München gelooft in hem. Heel München komt op met grote fakkels en met alles wat je je maar voor kunt stellen om zijn 50ste verjaardag te vieren. Dat is ook wat, hè? Dus dat zegt iets over het maatschappelijke reactie op dat werk. En dat roept hopelijk bij jullie net zoveel vragen op als bij mij. Waarom? Wat is dat voor een soort maatschappij? Lijkt die misschien op de onze die Damien Hirst zo vereert? Of is dit nog weer iets anders? Of wat is dit? Die maatschappij, die wereld van München, die de kunstenaars vorst vereerd op zijn 50ste verjaardag. En eventjes, als ze uitgezongen zijn, dan komt von Stuck zelf door de deuren van de feestzaal naar zijn balkon, dat daar apart voor is gebouwd, en overschouwt de menigte die hem is komen gelukwensen met die fakkeloptocht. En achter hem, jazeker, is die wereld van het licht. Net zoals dat bij von Stuck als Michael te zien was. Een paradijswereld waar die hij, dat eenzame silhouet, voor dat licht vertegenwoordigt. En dan gaan we naar binnen toe. En daar zag het er zo uit. Dit is de wereld van de viering met licht en lust en vreugde en drank en vrolijkheid. Een fantastische wereld met enorme allure.
En weet u wie die twee schilderijen heeft gemaakt? Von Stuck zelf. Om vooral ook aan al diegenen die daar niet bij waren te laten zien wat voor een soort kunstenaar hij is. Die kunstenaar die kan erop losleven. Die kan zich alles permitteren. Alles wat de burgerij onderdrukt, verstopt, wegschuift, dat belichaamt de kunstenaar. Letterlijk belichaamt. En in het München van die tijd, wat toch werkelijk ook stevig uitblonk in grote truttigheid, daar is deze man een soort van wonderwerker. En het grappige is dat iedereen zo weinig zeker is van zijn eigen normen en waarden, dat hij zich denkt, oh, dit is het. Dit is het ware leven voor mij. Dus dat is zo spannend eigenlijk, dat je de kunstenaar ziet als iemand die een heel bestaan vertegenwoordigt waar jij geen deel van hebt en uitmaakt. En die kunstenaar die vertegenwoordigt iets dat jij alleen maar kan voelen, bedenken, een beetje zien door de kunst die man bedenkt en produceert. En dan denk ik nog even aan mijn werk vroeger was over kunstenaars uit Siena in Italië, uit de 14e en 15e eeuw. En die mensen, die waren ambachtslieden. Die mensen die hoorden tot het gilde van de meubelmakers. En langzamerhand, met de Renaissance, met genieën als Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphaël, die werkten voor grote vorsten, werden die kunstenaars opgetild uit hun sociale organisatie. En die werden als vertegenwoordigers van een geheimzinnig leven en een grote vondsten. Die bedachten van allerlei dingen. Nu is het ook nog wel goed om te bedenken, kun je nou iets zeggen over die maatschappij waar zo'n kunstenaar zo'n roem kan verzamelen? Is dat mogelijk? En nu juist door die vergelijking te maken, want die hedge fund eigenaar van Damien Hirst en de verzamelaars van Frans von Stuck, die hadden één ding gemeen. Ze waren steen en steenrijk. Het waren nieuwe rijken in het algemeen. Ze waren heel snel rijk geworden. En die mensen die hadden eigenlijk helemaal geen cultuur. Nou, een boekje lezen is toch wel heel veel inspanning meteen natuurlijk. Dus dat is, maar een schilderijtje kopen, dat konden ze wel. Of een kunstwerk aanschaffen, dat is een stuk eenvoudiger. En vandaar dat je ziet dat zo'n hele grote groep van mensen, om het nu maar toch eens even marxistisch te zeggen, van het arbeidsloze einkommen, mensen van het arbeidsloze einkommen, dat waren par excellence de mensen die helemaal liepen voor von Stuck en een eeuw later voor Damien Hirst. En kijk, dat vind ik nou zo vreselijk leuk. Dit is het milieu waarin von Stuck werd gekocht. En dit is een cartoon van zo'n rijke durfkapitalist uit die jaren. Die helemaal niets meer hoeft te doen. Het arbeidsloze einkomen. En zijn lichaam vertegenwoordigt ook een omvang die doet vermoeden dat hij ook inderdaad helemaal geen flikken meer uitvoerde. En hij ligt daar met een dikke sigaar. Alle attributen zijn aanwezig. En daarachter is zijn vrouw die zich ongehoord verveelt. Die echt wacht op een kunstenaarsvorst. En daar rechts staat het zoontje. En die zegt, papa, was möchtest du mal werden? Papa, wat zou je wel willen zijn eigenlijk? Nou, dat vind ik nou zo geweldig om jullie te kunnen laten zien, omdat het zo'n precies het beeld geeft van een wereld die ze vergelijk ook heeft met hedendaagse situaties. Net zoals dat schilderij of die werken van von Stuck. En vooral, laat ik zeggen, het optreden van von Stuck een verwantschap heeft met sommige
van de huidige kunstenaars. Want ik kan je wel één ding tot slot vertellen. In de hedendaagse kunst is het niet alleen maar megalomanie wat de klok slaat. Oké. Okay.